Arjan, ja, het gaat in de eerste minuut al mis. Wat gaat er allemaal mis vandaag? Ik denk dat bijna alles mis ging vandaag. Ik denk dat het een dramatische wedstrijd is geweest van onze kant. En je weet dat je nou moet vechten voor je laatste kansen. Ja, net wat je zegt, het is na een minuut is het al raak. En dan zie je dat het gewoon een verdomd lastige wedstrijd wordt. En dan in de eerste helft golft op en neer. Maar zij hebben zo fantastisch gecounterd ook. En zij waren sowieso beter vandaag. We waren eigenlijk nergens. Maar ja, dan ga je al met 3-0 rusten. Dat is verdomd lastig. En ik denk dat ze de tweede helft hebben ze ons helemaal overklast. Dus, Alle concurrenten pakken punten. Dat weet je op het moment dat je hier begint. En dan zo beginnen aan de wedstrijd. Heb je daar een verklaring voor? Nee, want zeker de laatste twee dagen hebben we goed hier naartoe gewerkt. Ik denk dat wij vandaag vol vertrouwen hier naartoe kwamen. En omdat de TPSV ook al een aardig resultaat hadden gespeeld. Ja, en dan dat je naar zo'n start, ja, dat is natuurlijk dramatisch voor het verloop van de rest van de wedstrijd. En dan nu voor de rest van het seizoen, want je kan verliezen. Maar op zo'n manier, terwijl alle concurrencen winnen, dan kan je maar één conclusie trekken. Dat wordt na competitie. Ja, dat gaat nu heel lastig worden. Ja, kijk, je blijft strijden zolang er nog een kans is. Maar je moet realistisch zijn en ik denk dat we ons daar nou wel op moeten voorbereiden. Ja. Er komt Ajax op bezoek, die winnen met 7-0 van VVV. Is ook niet echt de ploeg uit vorm. Het gaat echt lekker, hè? Nou ja, kijk, je begint weer met 0-0 en we kijken hoe woensdag na 90 minuten staan. Dus we bereiden ons weer goed voor en we kijken. Dankjewel. Arno Pijpers, 4-0 verliezen, dat kan. Verliezen bij Groningen, dat kan op deze manier. Kan dat ook? Nou, nee, eigenlijk niet. Kijk, we komen al binnen de minuut staan we achter. En ja, dan zie je dat we op dat moment wel heel diep door het ijs zakken in één keer. Dus dan kost het team ongelooflijk veel moeite om weer enigszins terug te komen. Een verklaring voor die start. Als je 17e staat, weet dat al je concurrenten eigenlijk punten hebben gepakt. En je begint zo aan een wedstrijd. Hoe kan dat? Ik zou het je nu niet zo kunnen zeggen. We hebben ons echt voorbereid. Spelers wisten wat. We wisten wat ons te wachten stond. Dus we hebben ons ook tactisch zeg maar, voorbereid op de wedstrijd. Maar het blijkt dan niet voldoende te zijn om in één keer klaar te zijn voor die eerste paar duels. Want het kan na 2 minuten ook al 2-0 staan. Het is nu slechts 1-0 eigenlijk. Op dat moment kan Enevolds ook al een keer zo doorlopen. Ja, de verklaring heb je niet, maar tegen PSV staat de organisatie een lange tijd goed. Vandaag weer helemaal niet. Waar komt die wisselvalligheid dan vandaan? Ja, nou, het is een wisselvalligheid, dat klopt. En het blijkt dat er nu een aantal situaties waren waarin spelers elkaar moesten coachen. Groningen heeft met name aan de flank, valt er af en toe iemand uit en dan komt Blind in één keer daarin. En dan moet je elkaar daarin ondersteunen en coachen. Ja, dat was duidelijk zwaar onvoldoende. En dan loop je continu een aantal meters achter de speler aan. En zit je er ook elke keer in het duel net naast. Dan willen spelers wel. Die willen dat duel wel spelen. Maar je komt er niet eens aan toe. En dat, dat gebeurde heel veel. Bent u geschrokken? Ja, nogal. Ja. Ja. Iedereen die deze wedstrijd gezien heeft en iets met Willem II heeft. En zelfs ook, denk de neutrale toeschouwer, die schrikt dan wel even, ja. En dan ook wat angstiger voor de toekomst dan misschien een week geleden het geval was? Nee, nou kijk, het is ook zo dat we wisten de uitslag van Den Haag. We hebben al continu eigenlijk al geroepen, we zijn ons aan het voorbereiden op de nacompetitie. Hoewel we vinden dat we ook nu nog kansen hadden. We willen dus wat vrijer uit voetballen. Maar ja, dat gaat wel gepaard met een hele strakke organisatie. En als je als spelers vrijer uit willen spelen, maar vergeten dat dat uit een goed teamconcept moet, dan heb je wel een probleem. Dus daar schrik ik wel van. En dat gaat eigenlijk een beetje op en neer. De ene week staat het echt goed. Dan denk je van, nou, we hebben de wedstrijd goed onder controle. En een week later dan lijkt het alsof het zo weer vervliegt. Ja, u zegt al voorbereid op de nacompetitie. Ajax komt op bezoek, daarna AZ op bezoek. Alle concurrenten punten gepakt. Gelooft u nog in het ontlopen van die nacompetitie? Nou, dat was al heel erg moeilijk toen ik aantrad. Dat heb ik al eigenlijk continu gezegd. Maar met de winst op VVV en Sparta kwamen we snel weer wat dichterbij. Dus toen kwamen we ook in de situatie dat het 1 en 2 punten waren. Dus dan zit je nog steeds dichtbij. Maar gezien ons programma en gezien het programma van de tegenstanders, wordt het vrijwel onmogelijk.